Yes, lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Aan de Man Brengen. Onze eerste podcast van 2021, dus ja, voor jullie nog de beste wensen. En we gaan gelijk, wij gaan gewoon weer verder. We hebben weer mooie gesprekken gepland staan. En ik moet zeggen dat ik wel uitgekeken heb naar deze. We gaan het hebben over familieopstellingen met Els van Stijn. Els, welkom in Rotterdam bij ons in de podcast. Je schrijver van De Fontein. Het heeft mij wel veel gebracht. Ik heb al eerder een podcast met jou gehoord over De Fontein en de relatie met vader. En ik denk dat daar voor mannen heel veel te halen valt. Maar voordat we daar volledig over gaan beginnen, kan je misschien een kleine korte introductie geven voor de mensen die je niet kennen? Nou, dank om hier te zijn. Ik ben Els van Stijn. Ik ben coach en ik ben familie- en organisatieopsteller. Daarmee probeer ik eigenlijk onzichtbare patronen zichtbaar te maken, die wel een invloed op je leven hebben. En dat doe ik in mijn praktijk in Utrecht. Ja, en dat doe je allemaal met de metafoor De Fontein. Kun je daar een korte introductie op geven? Wat is De Fontein? De fontein is de metafoor die ik gebruik om je plek te kunnen duiden die van jou is. Want we hebben allemaal, in ons leven hebben we eigenlijk allemaal te maken met hardnekkige patronen in ons leven. En een hardnekkig patroon is dat je bijvoorbeeld altijd mot hebt met autoriteiten. Of dat je niemand boven je kan dulden. Of dat je altijd schuldig voelt. Nou, dat zijn hardnekkige patronen. Mm-hmm. En hardnekkige patronen kan je altijd terugvoeren naar je systeem van herkomst. En je systeem van herkomst is je biologische familiesysteem van herkomst. En daar heeft iedereen een eigen plek in. Maar die moet je wel weten welke die is. Want de patronen uit dat familiesysteem, die herhalen zich later in je dagelijkse leven. En ik gebruik daarvoor dus de metafoor van de fontein. En dan kan je misschien voorstellen een mooie fontein met verschillende bakken met water. Bovenin staan ergens je voorouders. Daar staan je opa's en oma's. Hier staan je biologische ouders. En jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. In volgorde van geboorte. Mm-hmm. Inclusief miskramen, geaborteerde kinderen, halfbroers, halfzussen. Geen stief, want dat is geen bloedband. Mm-hmm. En eventuele kinderen die je vader nog gemaakt heeft, waarvan die zich misschien helemaal niet eens bewust is. Want een vrouw weet eigenlijk altijd dat er een kind uit zichzelf komt. Maar bij een man weet je dat nooit helemaal zeker. Of er nog ergens misschien iets verdwaald van jou rondloopt. Of misschien is een geaborteerd kind is. Maar die mag je innerlijk ook meerekenen. En in de bak onder jouw bak, want jij staat dus altijd in de kindsbak onder je ouders, staan eventueel jouw kinderen en daaronder weer de kinderen van jouw kinderen. En zo heeft iedereen één plek. Ja. En de ene plek is niet beter of meer dan de ander. Maar dat is de plek waar je die onzichtbare stroming van die fontein opvangt. En je kan bijna uittekenen dat met mensen met wie het in de basis goed gaat, die staan met hun innerlijke houding best rustig op zijn of haar plek in de fontein. En je kan ook uittekenen dat met mensen die altijd wat gedoe hebben, gekloot in relaties, in werk, misschien ook wel ziektes, dat die niet heel goed op zijn of haar plek staan. Dus dan ben ik eigenlijk ook meteen heel erg nieuwsgierig van wat jullie plekken zijn. Weet je dat? Ik weet wel dat er de laatste jaren heel veel verschoven is qua plekken. Kijk. ik heb een... ik denk dat ik vroeger best wel stabiel op mijn plek stond. Niet bewust. Mm-hmm. Ik denk, nu bijna 2 jaar geleden is mijn moeder ernstig ziek geworden. Hij heeft een hersentumor gehad, waardoor ze nu best wel zorg nodig heeft. Ja. En dat het viel mij ook wel op, aan de hand van de podcast die ik eerder met jou heb geluisterd, is dat ik mezelf heel makkelijk boven mijn ouders kon stellen. Ja. En daarbij ervaarde ik ook wel echt regelmatig dat ik... ik weet nog echt een moment dat ik de podcast zat te luisteren met jou en dat je heel erg zegt van, oké, je moet je ouders de plek gunnen die zij echt...
waar zij horen te staan. En die moet jij eigenlijk, je moet daar als kind binnenkomen en dat hun package deal aannemen. En die gingen eigenlijk naartoe met de intentie van oké, ik ga helemaal mijn ouders laten zijn. Ik kan niks meer aan veranderen. En ja, het moment dat ik kwam binnen en mijn ouders zeiden iets, ik weet niet meer precies wat, of in ieder geval mijn vader zei iets, en het was gelijk, paf, nee, dit en dat. Het was gelijk, ja, het werd niet een discussie, maar ik merkte wel gelijk weer van, oké, ik ga mezelf boven jou zetten. En het was volgens mij heel iets onbenulligs van, ja, ik weet weer wat het was. Hij zei, ik kwam binnen en ik zei, ja, ik heb last van mijn maag, want ja, ik denk dat ik te veel melk laatste tijd heb gedronken. Te veel lactose en merk wel eens de last. Waarop hij iets reageerde met, nee joh, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Je weet, wat weet jij er nou van? Wat is dit? Dus ging ik weer met een soort gesprek met hem aan. Van, dan ging ik hem weer mezelf weer erboven zetten. En, dus daarin merk ik dat ik nog wel af en toe verschuif in de... En vooral de intentie dat je denkt, oké, ik ga nu mijn eigen plek innemen. En dat je dus binnenkomt en dat er een situatie voordoet en dat er een knop wordt gedrukt. Waardoor je automatisch weer reageert vanuit dat patroon wat je eigenlijk niet wilt. Ja. Dat is denk ik bij families de grootste trigger. Ja. Ja, en dan vooral natuurlijk omdat mijn moeder ziek is geworden en daardoor minder valide. Kreeg je toch ineens een zorgrol. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld hotelschool gedaan, dus ik vind het heerlijk om te koken. Vroeger was mijn moeder altijd degene die kookte. Nu doet mijn vader het, maar ja, als ik daar ga eten, vind ik het fijn om voor hun te koken. Want ja, dat gun ik hun. En, maar dat mag ook hoor. Dat is ook systemisch gezien helemaal geen enkel probleem. Ja. Maar het is wel de kunst om dat te doen vanuit jouw kindsbak. En want als je erboven komt te staan, dus als je boven de bak van jouw ouders komt te staan, of omdat je voor ze wil zorgen, of omdat je een oordeel over ze hebt, dan vang je dus ook die fontein niet meer op. En dan gaat het jou slecht. Want dat soort patronen gaan zich dus in je dagelijks leven herhalen. Maar je mag altijd vanuit de kunde en liefde die je in je hebt, mag je voor je ouders koken, dingen regelen, et cetera. Maar het is wel noodzakelijk dat je met je innerlijke houding dan in jouw kindspak blijft staan. Ja, dat heb ik ook wel eens een keer naar ze uitgesproken. Want ik mis het heel erg om bij hun af en toe erg kind te zijn. Want ik merk dat ik nu eigenlijk zorg voor mijn moeder. Dus ik heb wel eens een keer naar ze uitgesproken van, ja, dat mis ik wel, dat ik thuis kom en dat ik... Dat ik niet per se het gevoel krijg dat ik voor ze moet zorgen. Ja, en dat is lastige van... Dat kan een heel groot verlangen zijn en dat je hoopt dat je dat daar gaat krijgen. Maar soms kunnen ouders dat gewoon niet geven. Nee. Om wat voor reden dan ook. Waarschijnlijk hebben ze zelf ook niet goed in de fontein gestaan. Dat ze misschien op een bepaalde manier behoeftig zijn. Of misschien zijn inderdaad de omstandigheden dat met jouw moeder, die was ziek geworden, toch? Ja. Dat schudt even de hele wereld. En dan word je uitgenodigd inderdaad om eigenlijk verantwoordelijkheid over te gaan nemen die niet van jou is. Ja. En dat kan dus best... dat kan, voelt op zich heel fijn dat je iets voor ze kan doen. Maar je moet inderdaad wel ook kind kunnen blijven. Ja. En soms kunnen je ouders dan niet geven waar je naar verlangt. En dan is het soms ook handig om... vaak van een afstand, wel meer je ouders weer boven je te kunnen zetten. En eigenlijk ook op een bepaalde manier te gaan rouwen. Mm-hmm. Omdat bepaalde dingen misschien daar niet te halen zijn waar je zo naar verlangt. Maar voordat je zover bij de conclusie bent gekomen dat daar misschien niet iets te halen is wat je zo graag, waar je zo naar verlangt, is het wel heel erg belangrijk om ook je eigen houding eens na te gaan. En hoe kom jij binnen, non-verbaal, verbaal? Wat eis jij misschien wel? Je halen. Ja. Je hebt niks te eisen als kind. Nee. Daar ben ik best wel bot en hard in. Want hoe zou je dat überhaupt moeten gaan eisen? Want als jij je ouders gaat aanklagen, dan kom je boven ze te staan in de fontein. En dan gaat het jou wederom niet goed. Want die patronen uit die fontein, die herhalen zich daarna weer in je dagelijkse leven. Ja. En ja, dat is best ingewikkeld soms. Ja, zeker. Ik herken veel uit dat de tweede vorm opstijgen. Mm-hmm. En dan zeker in de relatie tot mijn vader ook. En dat is meer het veroordelen van. Mm-hmm. En dat vond ik wel grappig ook wat je zei. Want je wil eigenlijk helpen. Mm-hmm. Maar als je dus, wat ik dus heb gemerkt, doe je dat eigenlijk voor jezelf. Dus je denkt dat je dat voor je ouders doet. Maar je wil zelf, ben je behoeftig soort van. En ik heb een tijd lang ook... dat ik eigenlijk een beetje een oordeel had op mijn vader, omdat ik heel veel altijd missiegedreven werk en ik heb altijd plannen en hij heeft dat minder. En dan dacht ik, ja, maar je moet ben ook een man. Ik wilde graag dat hij dat ook allemaal plannen had en ging ik hem wilde ik dan eigenlijk
helpen om ook ergens achteraan te gaan. Of een beetje soort van weer vuur in te krijgen. Terwijl, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat deed ik eigenlijk voor mezelf. Want het zou mij helpen, ja. als hij dat zou gaan doen. Ja. Dat hij dat erkent bij jou. Van, hey, zodat dat is het, waarschijnlijk dat hij dat van mij dan zou kunnen zien. Mm-hmm. Of mij dan zou kunnen begrijpen, bijvoorbeeld. Ja. 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 Nou, dat is wel heel eerlijk dat je dat... en ook heel mooi dat je dat toe kan geven aan jezelf. Dat heel vaak is helpen, een ander helpen... is omdat je iets niet uithoudt wat er feitelijk is. Dat je vader misschien bepaalde andere waarden... of andere drijfveren in het leven heeft dan jij. Mm. En dat kan je eigenlijk niet uithouden. Dus dan ga je hem helpen om iets te veranderen... of een beeld of van zo zou je het ook kunnen doen. Maar dan hou jij eigenlijk niet uit hoe het feitelijk echt is. En dan stijg je op in de fontein, zoals ik dat noem. En dat is een oordeel hebben over je vader. En je gaat nooit, als ik dat deed, ik ging nooit met een fijn gevoel weg. Ja. Terwijl ik eigenlijk rationeel misschien dacht, ja, maar ik help hem toch? Of ik ga hem toch helpen? Terwijl, dat is een bijzondere dynamiek. Ja. Nou, wat je ook zegt van, je gaat niet met een fijn gevoel weg. Ja. En de reden daarachter is ook dat jij bent 50% je biologische vader en 50% je biologische moeder. Als zij niet mogen zijn wie zij zijn in de package deal, dan ga jij nooit tevreden worden over jezelf. Mm. En wat ik met de package deal bedoel, is dat je al het mooie van je vader of je moeder, al het minder mooie... en alles waar je naar verlangt en wat ze eigenlijk niet kunnen geven. En pas als zij helemaal mogen zijn in de package deal die zij zijn... ga jij pas bij jezelf dan ga je pas eigenlijk echt jezelf worden... en dan ga je ook jezelf helemaal accepteren zoals jij bent... met ook jouw mooie dingen, je minder mooie dingen... en ook alles wat je niet kan leveren. Ja, dan voel je eigenlijk een soort rust. En dat is ook bijzonder, omdat je... Ik denk dat er... En waaronder ik zelf eerst ook, je denkt op een bepaalde manier een karakter te hebben. Hm. En dan, zo ben ik gewoon, soort van. Dat is, maar dan uiteindelijk is het verhaal van het familiesysteem een soort ruis nog, een soort masker eigenlijk om jezelf heen, lijkt het dan wel. Dus als je inderdaad in die fontein gaat staan, of goed, dan kom je eigenlijk pas jezelf, dan weet je pas wie jezelf bent. Terwijl ik denk dat heel veel mensen dus. Bijvoorbeeld zeggen, ja, ik vind het gewoon fijn om te zorgen. Ja. En punt. Dat is gewoon hoe het is. Terwijl, ja, als je dus dit concept begrijpt... en dus misschien achterkomt dat ergens vandaan komt... omdat in de relatie tot je ouders... dan is het misschien helemaal niet van jou. Ja. Dan is het misschien van de situatie of van de opvoeding geweest... of van het systeem. En dat is wel, ja, ik vind dat wel heel krachtig. Ja. Nou, wat je zegt is ook heel terecht van, je gaat pas echt zijn wie je bent als jij goed op jou, met je innerlijke houding, stevig op jouw plek staat die van jou is in de fontein. En anders ga je bijvoorbeeld als je je vader afwijst, als je hem niet boven je kan zetten in de fontein, krijgt een mens bewijsdrang. Dan gaat iemand enorm ambitieus worden. En welke succes je ook haalt, natuurlijk is dat even heel fijn en ben je even heel trots op je. Maar daarna blijf je toch weer leeg en onvervuld. En dan ga je eindeloos je maar vooral maatschappelijk ook proberen te bewijzen. En overal en nergens erkenning vragen, dan wel afdwingen. Alleen het beklijft niet. En om de een of andere reden, als jij je vader goed in de fontein kan zetten, dus boven je. Dus je laat bij hem wat van hem is en je kijkt aan wat van jou is. Ja. Dan kom je op jouw plek en dan kom je bij je natuurlijke daadkracht. En dat is een hele andere manier van werken dan en in het leven staan... dan als je werkt vanuit een drijfveer van zie mij nou eens. Ja. Ik heb in het verleden heb ik ook wel een issue met mijn vader gehad. Want ik verweet hem eigenlijk van, jij ziet mij niet. Maar eigenlijk deed ik hetzelfde dan wat ik mijn vader verweet. Want ik zag van mijn vader met name dat wat er niet was. Dus ik zag hem niet. Ik zag in die package deal alleen maar dat minder mooie. Terwijl ik wilde dat hij mij zag. Dus ik vertoonde eigenlijk exact hetzelfde gedrag. En toen ik ook steeds meer ging leren over familiesystemen... toen snapte ik ook van, ik snap nu ook meer iets van zijn achtergrond. Logisch dat die bepaalde momenten er gewoon innerlijk niet voor me
kan zijn. Ja. Maar kijk eens wat een veerkracht hij heeft. Wat hij in staat is om zijn waardigheid te behouden in moeilijke situaties. Denk van, nou, ik ben apen trots op je. En op dat moment ga ik die hele package deal zien. Zowel het mooie, dat minder mooie blijft er ook. Maar goed, daar moet ik mijn antwoord op vinden. En ook alles waar ik naar verlang en niet krijg. En daarmee is mijn ambitieniveau naar mijn natuurlijke ambitieniveau en daadkracht gekomen. Ja. Waar ik een jaar of 10, 15 geleden nog mijn twee boeken geschreven zou hebben van kijk mij eens, ik kan ook wat. Mm-hmm. Is dat absoluut nu niet meer mijn drijfveer. Want ik heb nu een mooie metafoor waarvan ik denk dat dat als steeds meer mensen die begrijpen dat we nog een mooiere en betere wereld kunnen krijgen, nou, die wil ik in de wereld zetten. En daarin ben ik hartstikke ambitieus. Maar als mensen het niet vinden of er niks mee kunnen, nou ja, jammer. Dat zij zo. Dan maak ik me daar maar niet mee druk om. Maar het is inderdaad intrinsiek. Juist. Echt intrinsiek. Ja, en niet vanuit nog een soort externe behoeftigheid eigenlijk. Juist, ja. En dan pas, om terug te komen op wat jij net zei, van pas dan kan je dus echt voelen wie jij bent en echt je doelen in het leven bepalen. En ook van, ben ik nou zorgzaam omdat ik dat altijd voor een moeder moest doen, bijvoorbeeld, of voor een vader? Of zit dat echt van nature, zit dat in me? Ja. Zijn er wel situaties waar je nog die kant op schiet? Als er een bepaalde, ik weet niet of jou is natuurlijk nog leven, maar... Je bedoelt bij mij en mijn vader. Ja, dat er een situatie voor dat je denkt, zit ik er toch weer in. Ja hoor, ja, absoluut. Ja. Mijn vader leeft nog wel. Mijn moeder is 14 jaar geleden overleden. En mijn vader woont in een verpleeghuis. Natuurlijk, er zijn momenten dat hij nog precies weer op bepaalde knoppen drukt. Wat jij toen straks ook zei, Jonathan, van nou, je neemt bepaalde dingen voor en je schiet toch weer in dat oude gedrag. Ja. Nou, dat heb ik ook af en toe. Dat, ja. Maar dat herken ik dan van, oh ja, jee, ik merk nu dat ik een oordeel over hem begin te krijgen. En dan zeg ik tegen mezelf, ja, ik kan wel gelijk hebben dat het raar is dat hij zoiets zegt. Maar dat doet er niet toe, want ik stijg op en dan gaat het mij niet goed. Dus dan ga ik tegen mezelf zeggen, ja, afdalen, afdalen, afdalen. Terug naar mijn plek in de fontein. En dan naar de hamvraag die ik eigenlijk altijd dan stel. Van, wat is van mij? Mm-hmm. En wat is van de ander? Nou, dat bepaalde gedrag wat je ouders vertonen of iets wat ze zeggen. Nou, dat is van hen. Nou, daar kan je niks aan veranderen. Je kan zelfs feedback geven. En dat is geen kritische stoomafblazen actie. Maar dat is gewoon feedback wat je voelt, ervaart. En want daarom gun je de ander ook nog de plek. En eventueel kan je grenzen stellen. En daarna ga je aankijken wat dan van jou is. Zowel op rationeel als emotioneel niveau. Maar troost je, ik heb ook af en toe dat ik opstijg. En dat is ook helemaal niet erg. Als je het maar vrij snel weer door hebt, dat je weer afdaalt naar jouw plek. Ja. Het is toch ook wie was het nou? Edgar Tolle, die zei van, je kan nog zo verlicht zijn als je wil, totdat je iemand bij zijn ouders neerzet. Ja. Oké, mooie uitspraak. Ja. Dan herken je gelijk iedereen van, spendeer een week met je familie en dan zien we nog wel eens hoe verlicht je bent. Hoe is de plek dan nu vergeleken met je moeder? Hoe is dat? Ik kan haar beter, ik heb gisteren lang over nagedacht, ik kan haar beter boven me stellen. Behalve als ze een klein beetje in een soort slachtofferschap zit. Dan gooi ik er helemaal uit meteen. Dat kan ik echt niet hebben. Maar eigenlijk als ik kijk naar gemiddeldes, kan ik haar wel meer boven mij stellen dan mijn vader. Ja. Mm-hmm. Ja. En waar komt die dan die trigger vanaf van de slachtofferrol die ze aanneemt? Omdat ik denk dat ik het gewoon heel moeilijk vind om mijn moeder niet krachtig te zien. Mm. Ja. Dat vind ik... ik denk dat ik dat gewoon echt niet trek. Ja. Ja. Ik weet niet. Denk je dat? Komt dat ergens vandaan? Ongetwijfeld. Maar je ziet hier verschil tussen de binnen- en de buitenkant. Ja. Als je de mensen die ooit een familieopstelling mee hebben gemaakt. En een familieopstelling is eigenlijk een visualisatie van jouw familiesysteem. Met verschillende mensen die als representant voor jouw familiesysteem dienen. En op het moment dat die op een bepaalde manier door de ruimte bewegen. En komen ze op een bepaalde plek te staan. Dan krijgen we eigenlijk te zien wat er in de diepte
van dat systeem speelt. En dat kan soms heel, heel anders zijn dan wat je er met je hoofd van gemaakt hebt. Ja. Ik krijg heel vaak bijvoorbeeld een cliënt die zegt van... ik heb absoluut een issue met mijn moeder, wordt er dan gezegd. En dan blijkt in de opstelling dat het eigenlijk een issue met de vader is. Mm. Bijvoorbeeld doordat het kind eigenlijk voor de vader moet zorgen... En de vader kan het eigenlijk niet handelen dat het kind evenveel van de moeder houdt als van de vader. Dus het kind gaat manieren verzoeken om die moeder niet leuk te vinden. Terwijl, dus dan lijkt het dat dat de issue is. En op iedereen is wel iets aan te merken. Elke moeder doet wel eens rare dingen. Dus daar kan je altijd tegen in het verzet gaan. Maar dan lijkt het dus voor de buitenwereld dat je een issue met je moeder hebt. Maar in essentie... heb je eigenlijk een issue met je vader, want je zorgt voor je vader en je kan het zelf niet uithouden om hem verdrietig te zien dat jij je innerlijke beweging naar je moeder maakt. Ja. Dus zo ligt het vaak heel... Zo, dat gaat wel heel diep. Ja. En dat komt allemaal... Ik zeg niet dat dat bij jou zo is hoor, maar ik wil even aangeven van... het kan heel anders zijn dan je er zelf van maakt. En in een opstelling kan soms een moeder je verschrikkelijk liefdevol aankijken. Alleen sta jij met je rug bijvoorbeeld naar... haar toe. Ja. Ja, dan ontvang je haar niet van in wat er wel voor je is. Ja. En dus het zit vaak in de diepte heel anders dan je denkt. En vaak staan daar hele krachtige mensen. Ja, soms ook totaal niet hoor. Maar het doet er niet toe. Het gaat er uiteindelijk om dat jij je ouders kan zien. Mm-hmm. Het doet er niet toe of je ouders jou zien. Mm. Ja. Nee, en soms, en dan waarschijnlijk kunnen ze jou beter zien als jij hun kan zien. Absoluut. Hier zeg je ook iets heel terechts. Dat is ook prachtig om te zien in opstellingen. Dat als iemand het lukt om op zijn of haar plek in die fontein te komen. Op die plek. Dan kan soms opeens een ouder het kind wel zien. Die kan opeens draaien of even kijken. Want die voelt dan van er zit geen oordeel meer op me. Of het kind die zorgt niet meer voor me. Want een ouder wil eigenlijk helemaal niet dat een kind voor de ouder zorgt. Maar ze hebben vaak geen andere manieren dan het toch bij het kind te claimen. En als het dan lukt als kind om daaruit los te breken, dus dat jij afdaalt naar jouw plek in de fontein, dan kan het soms zijn dat je ouder je soms opeens even ziet. En dat moet je dan maar koesteren. Dat is alleen maar heel mooi dat er dan is. Een mooi bijproduct. Ja. Ja. En want ik had een mailcontact mee met Carina. Carina, ja. En daarin ze schreef een hele mooie zin. Waarschijnlijk van jouw kant af. Als een man meer op zijn plek gaat staan in de samenleving, dan is dat goed voor de maatschappij. Ja. En ik vond dat wel mooi om even op in te duiken. Waaruit blijkt dat mannen nu niet goed op zijn plek staan? Dat vind ik een wat grote conclusie. Dat de mannen niet goed op hun plek staan. Wat kan beter? Eigenlijk op het moment dat mannen of überhaupt een mens beter op hun plek staan, verlies je geen energie aan dingen waar je eigenlijk geen energie aan zou hoeven te besteden als je wel goed op je plek staat. Zoals ik net al zei, van op het moment dat je je vader onvoldoende boven je kan zetten, dan krijg je bewijsdrang. Nou, ja. Dat kan op zich best wel hele goede dingen tot stand brengen. Het is niet per definitie dat het slechte dingen tot stand brengt. Je blijft alleen zelf heel leeg. Je haalt er te weinig voldoening uit. En op het moment dat je ook je vader niet goed boven je kan zetten, dan krijg je ook moeite met autoriteit. Dus dan ook in bedrijven of in organisaties, of je neemt niets aan van de overheid, of dan ga je daar allemaal in verzet en je maakt het jezelf soms best ingewikkeld waar het minder ingewikkeld zou kunnen. Een soort opstandigheid. Ja, absoluut. En ook met die kracht kan best wel iets gedaan worden hoor. Die kan best wel ten goede gekeerd worden, maar het zou veel soepeler en mooier kunnen. En mannen die zijn, je mannelijkheid is eigenlijk ontstaat op het moment dat je je vader volledig kan aannemen in de package deal. Ja. Dus je laat los wat niet van jou is en je kijkt aan wat van jou is, ten diepste. En op dat moment zie je dat er een andere kracht
in de ogen van mensen komt. Je ziet het in gezichten. En dat gaat dan niet alleen maar om esthetiek. Maar mannen worden aantrekkelijker eigenlijk. Omdat ze echt mannelijk worden. In plaats van macho's. Macho's die hebben vaak ook nog wel iets met hun moeder uit te zoeken. En anders worden gezichten ook te hard, te gestold. En op het moment dat je dus als man... man kan zijn, eigenlijk door je vader boven je te zetten, word jij zoon. Op het moment dat jij zoon bent, want je blijft de rest van je leven altijd zoon van je ouders, dan kan je eigenlijk ook pas vader worden van jouw kinderen. Want als jij niet weet wat het is om zoon te zijn, kan je het ook nooit aan een zoon leren wat het is om een zoon te zijn. Dus dat betekent dat je moet kunnen ontvangen. En als je goed kan ontvangen doordat jij op jouw plek in die fontein staat en je, in dit geval even je vader, laten we even daar specifiek over hebben, boven je kan zetten. Als je veel ontvangt vanuit je innerlijke houding, dagelijks leven wat je ouders geven doet er niet toe, maar die fontein gaat stromen en dan merk je dat in je dagelijks leven dat er heel veel voor jou is om te ontvangen. Als je heel veel ontvangt, heb je ook weer heel veel om door te geven. En die kan je dan weer aan de maatschappij geven, aan goede doelen, aan mooie initiatieven, aan waar het voor bedoeld is. In plaats van dat je heel veel energieverlies hebt, omdat je allerlei issues hebt die je eigenlijk weghalen, ook uit het hier en nu en in de aanwezigheid in het moment. Want je ziet vaak dat mensen die innerlijk afwezig zijn, ook in het contact, die zitten heel vaak elders. Je ziet gewoon dat die hoofden ergens en de gedachten daarboven vliegen. Ja. Dus je bent wel aanwezig, iemand fysiek, maar is iemand er echt? En juist in dat echte contact van echt iemand aankijken, echt in de ogen kunnen aankijken en ook echt hier in het moment aanwezig zijn en niet ergens anders zijn of bij issues uit het verleden of zorgen over de toekomst. In het hier en nu moeten we het doen. Dus op het moment dat je je vader ook steeds beter boven je kan zetten en je moeder idem dito ook hoor, dan kom je steeds meer in het hier en nu, want dat hier en nu is veel vrijer van en eigenlijk ontdaan van alle issues die je had of hebt. Ja. Ja, mooi. In de ontspanning eigenlijk. Ja, zeker. Ik hoef niet meer te halen ergens anders. Ik ben vrij van dat en ik kan me nu richten op dat wat ik echt van binnen voel. Ja. Klopt. Ja. Ja. Is het dan ook daarin, wat je veel ziet natuurlijk, is dat vaak vaders die zijn de werkende. Vooral als ik kijk naar mijn ouders. Mijn vader was altijd wegwerken. Mm-hmm. Andere dingen bezig. Is het dan ook een reden dat vaak de afstand tussen vaders heel groot is? Tenminste, wat je nu ook wel eens ziet. Bij traditionele gezinnen waar de moeder eigenlijk de huishouder deed voor het kinderen zorgen. Mm-hmm. En de vader werkte voor brood op de plank. Is dat dan daardoor dat er een afstand komt? Of? Dat kan absoluut dat gebeurt. Ik had ook een vader ik heb mijn vader leven nog, maar mijn vader was altijd ook heel hard aan het werk en heel veel commissies en deed heel veel voor de gemeenschap. Mm-hmm. Maar hij was er niet op het moment dat ik hem nodig had op bepaalde momenten. Ja. Nou goed, dat is gegaan zoals het is gegaan en hij heeft gegeven wat hij kon geven. Maar je ziet zeker dat vanuit vroeger, dat de vroegere generaties, die vaders veel meer ook van ja, wij zijn buiten de deur. Dus dan heb je minder kans om echt contact met je kinderen te hebben. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dat niet 's avonds of in het weekend kan inhalen door juist heel oprecht aanwezig te zijn. Mm-hmm. En in het contact nieuwsgierig te zijn. En gewoon eens rustig te kijken en door te vragen. Ja. En dat ontbreekt soms. Ja. Ja, ik vind het ook wel mooi dat je net zegt van, joh, hoe een vader een zoon is geweest, zo kan hij ook leren zijn zoon te zijn. En dat, ja, we hebben dan wel, ja, ik ga hem weer noemen, podcast 13 met Lars. Hij doet vader-zoons rituelen. Dus het blijft wel een interessant thema. Wat je nu vaak mist, is dat er geen overdracht meer is van kennis. Mm-hmm. Van, je wordt eigenlijk diep ingegooid. Je bent een man, je moet een man worden. En dat is nu gebaseerd op leeftijd eigenlijk. Mm-hmm. Maar niet echt op overgangsfase of ritueel van, hey, dit moet je doen om man te worden. Of dit betekent het om man te zijn. Dat krijg je eigenlijk helemaal niet meer mee in deze samenleving. Ik vind het wel daarin wel een belangrijk punt dat je dat mee kan geven aan je zoon.
Ja, en dat, en, maar dat is een rol. Een vader, maar dat kan ook een pleegvader of een stiefvader of wat dan ook, die kan hele goede rollen vervullen voor een kind. Dus die kan leren van ja, hoe moet je je scheren? Hoe ga je om met vrouwen, et cetera? Dat kan je ook leren van andere mannen. Ja. Alleen je echte mannelijkheid, zoals ik het zie, krijg je pas echt op het moment dat jij je vader innerlijk boven je zegt. Ja. Dat voel je in je lichaam. Dat zie ik als ik met mensen aan de slag ben. Dat op het moment dat ze helemaal hun vader kunnen aannemen in wie die is. Dat zie je in de lichaamshouding, in het gevoel waarin ze hun lichaam bewonen. En daarmee dus ook in hun daadwerkelijke gedrag. Ja. Dus overgangsrituelen zijn zeker hartstikke mooi en nuttig. Ik geloof ook zeker in bepaalde in rituele overgangsceremonieën. Die zijn zeker goed. Ja. Maar dat blijft mijn inziens te oppervlakkig op het moment dat iemand zijn biologische vader afwijst. Want dan heb je nooit die echte mannelijkheid. Ja, het heeft natuurlijk niet te maken met hoe je moet leren scheren. Ja. Zijn essentie is natuurlijk ook heel erg het kennis overdragen. Dus zo is het dit zijn mij als vader. Als je met een groep vaders jullie kwetsbaarheid delen met zoons erbij. Van hey, ja, dit vind ik lastig. Hier struggled ik mee als kind. Ik denk als je dat soort dingen kan delen voor een groep. Dat je dan ook als kind eerder geneigd bent om je vader te zien van wauw, jij hebt ook problemen gehad. Of jij struggelde daarmee als kind zijnde. Ja. Maar volgens mij moet je dat wel loszien van inderdaad, dat is heel krachtig. Maar het helpt niet per se om je biologische vader dus of eigenlijk zelf in je plek te staan. Daar heb je dus echt dat voor nodig. Want ik zag ook in het boek als je vader dus afwijst, dat je dus wel vaak op zoek gaat naar een soort tweede vader. Absoluut. Dus naar een ander rolmodel. Dus dan kan het super. Ja. En ik denk dat je er ook heel veel van leert. Ja. Maar het lost het misschien het echte probleem niet op. Precies, juist, zeker. En inderdaad, zo'n tweede vader, die wordt dan vaak in een goede leidinggevende wordt die dan gevonden. Maar op het moment dat die leidinggevende dan toch zakelijke beslissingen moet nemen die iets minder, die jij iets minder leuk vindt, dan is de reactie van die medewerker is eigenlijk te groot ten opzichte van die manager. Want eigenlijk zie je dan een dubbel beeld achter die manager, staat dan eigenlijk ook nog je vader. Dus dan ben je eigenlijk weer teleurgesteld in je vader, wat je al in je eigen vader dan bent. Maar dat wordt geprojecteerd op die manager. Ja. Of je ziet dat ze te weinig houvast hebben gekregen. Want ik ben het helemaal met je eens van het zou heel mooi zijn dat een generatie mannen, maar ik denk dat jullie dat zeker ook een heel goed voorbeeld erin zijn. Jullie durven ook veel meer jullie zelf te laten zien in wie jullie zijn. En het woord kwetsbaarheid is langzamerhand een beetje uit zijn verband getrokken. Van mij betreft hoeft niet iedereen altijd even kwetsbaar en openbaar te zijn. Maar je moet wel bij je innerlijke gevoelens kunnen komen. Ja. Dat je verdrietig bent, dat je eenzaam bent, dat je verdrietig bent, dat je vriendin je voor een ander gekozen heeft dan voor jou of iets dergelijks. Bij dat soort gevoelens kunnen komen, dat zou zo mooi zijn als dat veel meer ook van vader op zoon zou worden doorgegeven. En dat zat natuurlijk niet in de Nederlandse traditie in het verleden. En want er is inderdaad wel behoefte aan ook wel ergens iets van goede voorbeelden, rolmodellen. Ja. Dat zie je toch ook van kleine kinderen. Ja, van jongs geleerd, oud gedaan. En anders zie je dan ook weer dat als ze dus die dat missen, toch die innerlijke houvast van de vader, dan gaan mensen vaak heel spiritueel worden. Dat is ook heel opvallend. Mensen die extreem spiritueel zijn, daar kan ik ook, in de opstelling zie ik eigenlijk altijd van dat ze hun vader niet kunnen aannemen. En dan ga je dat zoeken dus bij een guru of bij een enorme addictie of iets dergelijks. Ik begrijp me goed, spiritualiteit vind ik is alleen maar heel mooi. Ik zit ook altijd een beetje op dat randje tussen van wat zichtbaar is en wat onzichtbaar is. Maar het wordt aardser op het moment dat je je vader innerlijk bij je hebt. En dat maakt een man ook
ja, nu praat ik even voor mij, maar ook een klein beetje voor de vrouwen, ook aantrekkelijker. Want een man moet, ja, het is wel fijn als die met beide benen op de grond staat en ballen heeft, om maar even zo uit te drukken. En als je alleen maar spiritueel elders zit, ja, dan denk ik van nou, dan zeker een vrouw die op zoek is naar een partner en eventueel kinderen overweegt, nou, dan weet ik wel wie ik zou kiezen. Ja, je laat je maar leiden. Dat even terzijde. Ja, nee, maar ik denk dat je daar wel iets heel wezenlijks aansnijdt. Want dan laat je eigenlijk leiden door iets externs nog steeds. En sta je dus niet voor jezelf in. En ja, dat is logisch dat dat onaantrekkelijk is voor het vrouwelijke. Ja, ja. Ja, mooi. Ik hoor je net ook zeggen over een stuk kwetsbaarheid. En wat ik in het boek heel mooi vond, want daar heb ik zelf ook veel over nagedacht, is naar je lichaam luisteren. Dat komt in het boek naar voren. Mm-hmm. En wat je voelt soms is helemaal niet per se waar. En als je zegt, luister naar je gevoel, ja, en het komt vanuit het patroon van je ouders, is het niet jouw gevoel. Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen ook? Ja, dat ik schrijf inderdaad in mijn boek ergens een stuk van, ja, hoe wijs is het om op je lichaam te vertrouwen? En je kan steeds meer op je lichaam vertrouwen naarmate jij steeds steviger in die fontein staat. Want dat betekent dat jij bepaalde issues hebt aangekeken en ook door de pijn heen bent gegaan. En dan heb je, stel dat je heel erg teleurgesteld bent in je vader, omdat die innerlijk niet voor je was, zeg maar. Stel dat het verhaal is. Nou, dan kan je wel gelijk hebben dat hij niet voor je was, maar en dat dat raar en vreemd is. Alleen dan zeg je, en dan word je vaak boos van, ja, die vader van mij, dat is wat een gedoe, wat een gezeur, ingewikkeld. Nou, verzin het scenario. Die boosheid is een secundaire emotie die de primaire emotie daaronder afdekt. Dus het is dan makkelijker om boos te zijn op je vader dan te voelen hoezeer je hem hebt gemist, hoe je hem nodig hebt gehad en hoe eenzaam je wellicht bent of bent geweest. Op het moment dat je dat kan voelen, dat is een primaire emotie, dan ga je jezelf schoonmaken van binnen. En die emoties zijn altijd kort, maar wel heftig. Meestal 10 seconden tot 2 minuten. Maar dan is er een stukje van de verwerking heeft plaatsgevonden. De scherpe kantjes zijn eraf. Terwijl een secundaire emotie die de primaire afdekt, die duurt heel erg lang. En die maakt niet schoon van binnen. Dus op dat moment kan je lichaam dus eigenlijk, bewoon je hem niet, want die primaire emotie zit diep van binnen ergens in je lichaam. En daarom zeg ik altijd zo dat het zo verschrikkelijk belangrijk is om je lichaam echt goed te bewonen. Want dan kan je omgaan met primaire emoties. Maar volgens mij, ik kan even terug naar je vraag, want ik ben een hele kleine uitstap aan het maken. Ja, dat zit ook meer in de echte emotie die je voelt naar je ouders toe. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je je vaak schuldgevoel hebt naar andere mensen toe, omdat je je verantwoordelijk voelt. Mm-hmm. Zeg maar wat een voorbeeld. En dat komt dus ook terug uit misschien je systeem. Absoluut. En kan je uittekenen. Ja, en dan daardoor wil je voor jezelf kiezen, maar voelt dat niet goed. En dan, maar dat komt dus nog helemaal terug weer vanuit het systeem. Dus dan kan je inderdaad, daarin kan je me ook zeggen van ja, doe wat goed voelt. Nee, ja, daarom. Ja. Niet altijd. Ja. Juist, want dat je bent dan zo gewend om voor bijvoorbeeld voor een ouder te zorgen. En dan als je dan voor jezelf gaat kiezen, ga je verschrikkelijk schuldig voelen. Ja. Dus dat lukt en dat vind je heel moeilijk om dat vaak uit te houden als je je lichaam niet goed kan bewonen. En ook niet goed bij die primaire emoties kan komen. Dus hoe goed kan je echt op je lijf en je gevoelens vertrouwen? Dus daar is het heel belangrijk om verschil daarin te maken. Want die mensen die soms zeggen van mensen die heel veel in secundaire emoties zitten, die krijgen vaak onverdiende complimenten. Die wordt er soms tegen ze gezegd van, goh, wat kan jij goed boos zijn? Wat kan jij goed verdrietig zijn? Wat kan jij goed kwaad zijn? Maar eigenlijk kunnen ze niet goed bij hun gevoelens komen, want ze dekken die primaire emoties af met de secundaire emoties. Dus hoe betrouwbaar is dan nog je lichaam en de signalen die het afgeeft? Ja, het gaat om de interpretatie van wat je voelt. Dus en ik vind ook dat de laatste tijd heel snel wordt gezegd,
wat zeg je gevoel? Of luister je naar je gevoel? Ja. Terwijl als dat dan aan de hand is, ja, dan is het niet verstandig om dat te doen inderdaad. Ja. Dat deel ik inderdaad. Ja. En dan is de volgende vraag eigenlijk, hey, waar komt die boosheid eigenlijk vandaan? Of waar komt die vriendin? Wat zit daaronder? Vriendin, ja. Precies. Maar daar durven we wel eigenlijk vaak niet heen te gaan. Dat is wel vaak heel pijnlijk, want misschien zit daar een antwoord die je niet wil horen. Dus dan vind je als persoon die dat ervaart, dat is lastig. Ja, die primaire emoties misschien al wel heftiger natuurlijk. Ja. Maar het goede nieuws aan primaire emoties is dat die kort en heftig zijn. En in je tegenwoordige leeftijd of kan je dat wel aan. En vroeger als klein kind kon je die primaire emoties vaak niet aan. Dus er gaan vaak nog overlevingsmechanismes ertussen zitten, waardoor je dat niet wil voelen. Mm-hmm. En dan denk je dus van ja, dit kan ik niet aan dat te voelen. Terwijl ondertussen ben je groot zelfstandig geworden en ben je zoveel meer sterker en meer geworden. Ja. Dat je dat eigenlijk nu in de hedendaagse tijd best wel aan zou kunnen. Ja. Maar er zit dan nog een oude gedachte van dat moet ik niet aankijken, want dan is het een bodemloze put. Ja. Maar dat valt meestal reuze mee. Maar dat komt dan ook zo erg naar voren in die documentaire The Work natuurlijk. Ken je die toevallig? Nee, die heb ik volgens... Is hij zeg, vaag aan bellen? Voor in een Folsom Prison, een gevangenis in Amerika. Waarbij met gevangenen eigenlijk niet echt opstellingen gaan doen, maar wel gewoon... Soort wel ook. Ja, maar vooral naar de primaire emoties toe gaan. Die gevangenen zijn allemaal crimineel geworden. Niet omdat ze zo boos waren. Ja, ze waren boos, maar ze zat natuurlijk wat onder. Ja, ja. Zeker. Ja. En daarin merkte je gewoon dat er eerst zoveel woede uitkwam voordat ze uiteindelijk echt die verdriet konden omschrijven en ervaren. Ja. En vaak was het inderdaad relaties met vaders of afwezig. Ja. Afwezige vaders. Dat daar heel vaak de pijn ligt. En dat is wel heel... Nu ik het zo hoor, moest ik gelijk daar aan denken. Ja, dat snap ik. Ja. En ik ben zelf wel een klein beetje huiverig voor alle mensen of therapieën die... Maar dat zegt dus zoals ik het zie. Hè. Er zijn meer wegen om naar Rome te komen. Maar als ze zegt van, gooi het er maar uit, schreeuw het er maar uit, stomp maar daar tegenaan. Ja, dat is voor mijn gevoel veel meer om... Dan blijf je eigenlijk toch te veel in die secundaire emoties hangen. Ik denk dat er effectievere manieren zijn om sneller naar die primaire te gaan. En dat is juist eigenlijk eerder om naar die stilte te gaan. Ja. En in plaats van schreeuw het er maar uit of stop maar. Of dat kan een manier zijn die soms nodig is voor bepaalde mensen. Maar het gaat sneller als je directer naar die primaire emoties toe kan. Hoe zou je dat dan doen? Zo direct naar primaire emoties? Eigenlijk is het, als je dit nu al gewoon rationeel met je hoofd weet, dat primaire emoties in de basis goed voor je zijn. Ze zijn wel heftig, maar ze maken je schoon van binnen. En dat de eerste heftige randjes van die emoties al na 2 minuten eraf gaan. Dan kan je eigenlijk je lijf, als het ware, want ze zitten ongeveer tussen je gehemelte en je liezen. Daar zitten die primaire emoties over het algemeen. Eigenlijk die plekken gaan opzoeken in je lichaam en daar aandacht aan gaan geven. En vaak is daar extra ademhaling naartoe sturen. Dat maakt al eigenlijk dat je ja zegt tegen die primaire emotie. En doordat je daar ja tegen zegt, je bent bereid om hem te voelen, maakt hij je schoon van binnen. En dan zul je al vrij snel merken dat hij minder wordt of dat het die verplaatst in je lichaam en dat hij op een gegeven moment ook uitvloeit. Dus het is dan eigenlijk juist van er naartoe gaan in plaats van er van weggaan. En ook een signaal dat je er vaak van weggaat. Je ziet heel vaak in gesprekken dat opeens kinnen omhoog gaan. En eigenlijk is dat een manier, wat begin van een wandelend hoofd, wat ik eigenlijk noem. Een wandelend hoofd is dat je niet bereid bent of niet in staat of onvoldoende in staat bent om om je lichaam goed te kunnen voelen. En door je kin omhoog gaat, is eigenlijk al een indicatie. Hier wil iemand eigenlijk zijn primaire emoties niet voelen. En stel dat je dat bij een... Jullie zitten bijvoorbeeld in het eten met een vriend die heel verdrietig is omdat zijn vriendin het uit heeft gemaakt, stel. En dan zie je dat hij bijvoorbeeld hartstikke boos is en loopt te vloeken op die vriendin en dergelijke. Dan zie je vaak dus die kinnen ook omhoog gaan. En dan zou je bijvoorbeeld ook een interventie kunnen doen van, joh, ik zie dat je heel boos bent, maar zit hier eigenlijk niet heel erg onder hoe verdrietig je bent, hoe machteloos je je voelt, hoe kwetsbaar je op dit moment bent. En dan oogcontact blijven houden en stilvallen. En dan kan die ander wellicht meer bij zijn gevoelens al komen. En dat zijn directere manieren dan iemand
eindeloos te laten praten. Ja. Want heel veel praten... Geen mee in het verhaal, hè? Ja, dat ook inderdaad. En als iemand praat, dan kan die slecht voelen. Hmm. Dus juist ook die stilte daarin, die is heel effectief. Maar ja. Ik denk ook dat... veel mannen die durven eigenlijk... of die hebben al moeite eigenlijk al... om die secundaire emotie te voelen of ervaren. Mm-hmm. Hoe kunnen we dan van eigenlijk geen gevoel proberen... of heel vlak, gelijk naar die primaire? Want daar zit nog echt wel een stap tussen. Ja, nou, het feit dat iemand echt zijn gevoelens niet kan voelen... daar zit eigenlijk altijd een reden achter. Mm-hmm. Meestal heeft dat ook te maken met bepaalde overlevingsmechanismen... van ja, dat het gewoon ze wel door moesten of zo, omdat het te pijnlijk was of te ingewikkeld, of die scheiding van de ouders, dat je opeens de man in huis moest zijn en voor je moeder moest zorgen. Of, ja. Dus het is altijd, eerst moet je je gewoon ook bewust worden dat je eigenlijk zo slecht kan voelen. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat ze heel goed kunnen voelen. Want dan zeggen ze van, joh, kijk eens als we aan het gamen zijn. Van, wauw, wat we allemaal voelen. Of kijk eens aan het hardlopen zijn. Dus ze denken vaak wel dat ze kunnen voelen. Alleen de kunst is om, en daarom is fijn dat jullie hier ook bij kunnen helpen, is om ook zeker ook bij de mannen, om duidelijk te maken dat primaire emoties goed voor ze zijn. Ja. En dat dat je juist ook heel echt maakt en menselijk maakt. Want als iemand in primaire emoties zit, daar reageert de omgeving eigenlijk altijd goed op. Iemand die in secundaire emoties zit, daar reageert een omgeving afwijzend op. Je voelt diep van binnen of iemand in primaire of secundaire emoties zit, want je loopt leeg op secundaire gevoelens van een ander. Dan ben je echt 's avonds, je bent uit eten geweest met die vrienden die de hele avond verhalen en moeilijk en ingewikkeld. Dan ben je helemaal, helemaal leeggetrokken. Ja. Dan heeft iemand in secundaire emoties gezeten. Want daar loop jij leeg op. Net zoals andere mensen leeglopen als jij in secundaire emoties zit. Maar op het moment dat je in primaire emoties zit, dat je echt bijvoorbeeld die vriend stel dat die is ingewisseld voor een ander vriendje bij de vriendin, zeg maar. Dat hij echt kan voelen hoe pijnlijk en verdrietig dat is. Dan zit iemand in primaire emoties. Dan is het helemaal geen moeite om aangesloten bij die ander te blijven. Ja. En dan houden we weer contact en eigenlijk verbinding. En de kunst is zo ook in de wereld om verbinding te houden. Van als wat mannen ook in de wereld, die hebben sowieso ook vaak gewoon kracht. Ook gewoon soms ook wel meer uithoudingsvermogen op een andere manier dan vrouwen. Maar ze moeten wel in verbinding blijven met de mensen om hen heen. En ook vooral met zichzelf. En als jij niet met jezelf in verbinding kan zijn, dan kan je ook heel moeilijk in verbinding met een ander zijn. Ja. En er is een of andere Italiaan met een naam die ik echt niet kan onthouden en laat staan uitspreken. En die zegt van, als je praat met je hoofd, bereik je het hoofd van een ander. Mm-hmm. Als je praat met je hart, bereik je het hart van een ander. En als je praat vanuit je ziel, dan bereik je de ziel ook van een ander. En juist in de verbinding, ook in oogcontact, dat is ook iets, dan ontstaat er iets. Door echt oogcontact te maken, worden er onuitgesproken dingen waar je zelf niet eens bewust van bent, wordt er informatie uitgewisseld. En ik denk ook dat mannen daarin vaak ook nog wel iets te leren hebben om rustig echt gewoon iemand aan te blijven kijken. Maar dat vinden we vaak spannend, of dan gaan we wegkijken. Maar juist in oogcontact, dan voel je energiestromen. Ja. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk. En dat durven we vaak niet. En dat lukt je pas eigenlijk ook echt goed als je je moeder goed boven je kan zetten in de fontein. Ja. Ja. Dus niet alleen de vaders zijn belangrijk, ook de moeder. Alles. Moeder. Alles. Maar dat geldt ook voor vrouwen, hoor. Ja, ja. Die hebben hun vader en hun moeder ook alle twee even hard nodig. Het klinkt ook een beetje als die primaire en secundaire emotie. Je zegt al, secundaire emoties die zijn heel erg energietrekkend. Mm-hmm. Vaak worden die ook, als ik het goed heb, geprojecteerd op de buitenwereld. Dus hij doet dit, dat. Ja. En daar word je boos van. Dus bijvoorbeeld in die gozer waarbij zijn vriendin... Dus dan is zij een bitch, zij dat gewoon, dit en dat. Terwijl je primaire emoties eigenlijk, oké, ik ben verdrietig, ik mis haar, dit heeft me pijn gedaan. Juist. Dus dan trek je het eigenlijk meer bij jezelf. Als ik klopt. Het heb. Maar dan kom je bij de heling. Ja. Ja? Mooi, dat het, ja, het is diep, maar wel daar zit inderdaad de echte pijn ook wel juist. Klopt. Ja. Ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen. Want eigenlijk komt er dan op neer dat je pas
aan kinderen moet beginnen. Als je dus de mannen ook, als je systemisch schoner wil zijn, de maatschappij eigenlijk breed. Ja. Als je dus je eigen systeem kent en kan aankijken en ziet wat van jou is. Dus zou in principe iedereen dus een opstelling zou moeten hebben gedaan voordat ze aan kinderen beginnen. Zou ideaal zijn. Graag. Want anders, ja, je geeft generaties op generaties alles door. Ja. Ja. Het is wel echt wel raak dat je dat zegt. Want soms denk ik, mensen die kinderen krijgen, van joh, is dat nou wel zo'n goed idee? Ja. Dat je eigenlijk een soort, daar niet een vergunning, maar hey, oké, je wil kinderen. Dat je dan bij de huisarts komt die dan zegt, oké, doe me eerst maar een familieopstelling. Als je dat hebt gedaan, dan krijg je een certificaat en dan mag je aan kinderen beginnen. Ja. Dat is denk ik niet ethisch heel... Ja, een van mijn missies in mijn leven is wel volgende generatie systemisch minder belast te laten zijn. Ik kan zelf helaas geen kinderen krijgen. Zoals de artsen zeggen van sommige wonderen bestaan gewoon niet. Mijn man en ik zijn er gelukkig samen heel goed uitgekomen. Maar het is daardoor wel mijn missie eigenlijk geworden. Misschien juist omdat ik niet door kan geven op de manier die het meest te verwachten is met de eigen kinderen. Mm-hmm. Hoe schoner de ouders zijn, dus hoe meer systemisch zij goed in de fontein staan, hoe meer die kinderen in staat zijn om hun eigen leven te leiden. Want ze worden dan niet uitgenodigd om voor een ouder te zorgen, want een kind voelt altijd of een ouder wel of niet goed in die fontein staat. Dat kan een babytje kan het al voelen. Ik denk zelfs dat ook heel veel labels van ADHD en ADD, en noem nog eens een paar van dat soort labels, dat die weg zouden kunnen als ouders bereid zijn om hun thema's echt ten diepste aan te kijken. Hmm. Want kinderen zijn daar in de zielenroerselen van de ouders. En ik ben er echt van overtuigd dat daar heel ander gedrag ook zichtbaar is. Bepaalde dingen ook niet. Maar ik denk zeker dat daar iets in te winnen is. Hmm. Dus als je zegt advocaat van de duivel. Ik weet niet of het advocaat van de duivel is. Het is eigenlijk mijn missie waar ik op dit moment op mijn manier mijn steentje aan bij wil dragen. Van hoe beter jullie in de fontein staan en ook zeker de mannen, dat die ook bekend zijn met hoe er ook nog een heel stuk dynamiek buiten het zichtbare is, maar wat wel enorm veel invloed heeft op je gedrag en wie je in essentie bent. Hoe meer dat zichtbaar duidelijker wordt en wat jullie dus ook door zelf open en eerlijk te kunnen zijn, nodigen jullie ook andere mensen uit om dat ook te doen. Nou, en als die mannen dan ook steeds steviger in de fontein komen te staan, ik denk dat dat heel erg goed is, ook weer wederom voor die maatschappij. En op het moment dat je als man ook dus goed in die fontein staat, betekent het ook dat jij je moeder goed boven je kan zetten. Dat betekent dat je ook sowieso beter in staat bent om dieper je te verbinden met iemand anders. Dan worden ook je relaties liefdevoller en makkelijker, waardoor die kinderen ook nog weer extra gebaat zijn bij dat soort ouders. En sommige familiesystemen die zijn zwaar en ingewikkeld en dat vraagt ook heel erg veel van mensen. En soms is het gewoon ook onmacht om bepaalde dingen aan te kijken. Het lukt gewoon soms niet. Dat is dan je lot. Te groot. Ja. En in het boek komt dat naar voren. Ja. Ja. Neem verantwoordelijkheid voor. Dat is dan jouw lot. Ja. En neem daar verantwoordelijkheid voor. Ja. Ja. En dan ook als je echt narcistische ouders hebt, dan kan het best wel moeilijk zijn. Absoluut. Zekers. Om hun die plek te geven en dat te accepteren, ja. Ja, en dat is zeker het geval. Maar narcisme is ook een reactie op ook allerlei tekorten uit op het familiesysteem. Ja. En als jij dan als kind van ouders met narcistische trekken, dan heb je dus of de neiging om voor hen te zorgen, om je dus maar aan te passen aan wat zij nodig hebben, of je krijgt een oordeel of iets ertussenin, zullen we zeggen. Ja. Dat is zwaar. Alleen, jij bent er zelf bij gebaat om wel je ouders de plek te laten. En je laat bij de ander wat van hen is. En je mag altijd grenzen stellen. Maar met je innerlijke houding moet je ze wel aannemen. Want je bent toch 50% je ene ouder en 50% de andere ouder. Ja. Ja. Ja, je sprak net al eventjes over relaties. Het is ook wel leuk om daar nog eventjes op in te zoomen. Zeker, ja. Mm-hmm.
Want ja, je zei, als je je moeder goed boven je kan zetten, kan je eigenlijk goed, goed verbinden. Mm-hmm. En nou las ik laatst ook in het boek van plek 1 en 2 mm-hmm. in een relatie. Zou je daar wat over willen vertellen? Ja. Beginnen. Ja, plek 1, ja, ik vind het wel, want wij beschrijven plek 1 en 2. Dus natuurlijk beschrijven wij meestal een beetje als mannelijke rol, maar vrouwelijke rol. Ja. En jij precies als plek 1 en 2. Dus de haakt, we hebben ook wel eens een relatiecoach gehad en hebben vaak al de mannelijke rol. Ja. De leidinggevende en de vrouwelijke rol die meer ontvankelijk is. Ja, nee, maar ja. Dat zie ik nog iets genuanceerder. Ja. Ja. Het kan zo zijn, maar het kan ook anders. Ja, vertel. ja, klinkt een beetje vaag. Even heel simpel. Jij staat altijd, je blijft altijd kind van je ouders. Mm-hmm. Dus je staat altijd in de kindsbak op de plek in volgorde van geboorte. Dus dan kan je plek 4, 6, 1, nou, weet ik wat, verzin even jouw plek. Maar in een relatie kan je plek 1 of plek 2 hebben. En plek 1, die doet eigenlijk de verdediging van het systeem naar buiten toe. En ik ga hem even heel plat slaan en even heel zwart-wit maken om zo dadelijk weer te gaan nuanceren. Mm-hmm. Voor zover we weten gingen de mannen vroeger, die gingen op jacht. En die komen dan op een gegeven moment terug met vanavond, er is hier niks meer te eten. We moeten misschien een stukje verderop gaan, want anders gaan we verhongeren. Of hier aan de overkant staat een hele grote stam die ons gebied wil hebben en we gaan het verliezen. Nou, dan is verkassen een hele slim antwoord. Maar daarmee, doordat je het systeem naar buiten verdedigt, maak je eigenlijk automatisch randvoorwaarden voor plek 2. Daarmee geef je een klein beetje aan van ja, we moeten nu echt wel verplaatsen. En plek 2, die doet de bescherming van het systeem naar binnen. Even heel simpel gezegd, de kinderen, de mensen verzorgen die op jacht zijn geweest en de bessen plukken even, als het even heel erg naar de prehistorie terugpakken. Mm. Beide plekken hebben elkaar nodig, want een plek 2 zou niet overleven als er geen plek 1 was. Maar een plek 1, die heeft ook rust nodig of en ook ergens even om te kunnen ontspannen op een bepaalde manier. Dus je zou denken dat dit een man-vrouw verhaal is. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Mijn moeder heeft een plek 1 toen ze nog leefde en mijn vader plek 2. Terwijl mijn vader veel meer werkte en meer verdiende. Als er in essentie op aankwam, was het toch mijn moeder die uiteindelijk het systeem naar buiten verdedigde en de voorwaarden bepaalde. En dat wilde niet zeggen dat mijn vader niks geen inbreng had. Maar als mijn moeder het niks vond, nou dan was het kansloos als papa een andere baan wilde, dat we dan ergens anders heen verhuisd zouden zijn. Dus bij mijn moeder is plek 1 en mijn vader plek 2. Ja. Ik ben een plek 2. Ik heb mijn man, die is een plek 1. En je moet eigenlijk denken aan een rechtsdraaiend systeem, dus met de klok mee. Dus ik zit hier nu op de bank en aan mijn rechterkant, dus niet de kant van mijn hart, maar de andere kant van mij, mijn rechterkant. Daar, als ik daar nu mijn echtgenoot projecteer, is dat plek 1, ik ben plek 2. Daarmee kom ik als het ware een stuk in de luwte te staan. Als ik dat in een opstelling ook neerzet, dan voel ik dat als ik op plek 2 sta, dat ik mijn ademhaling veel dieper gaat, dat ik me veel vrijer kan zijn om me heen te kijken. Dan kom ik in mijn kracht en kan mijn man ook veel beter zien. Terwijl als ik op plek 1, dus zeg maar aan de andere kant ga staan, dus dat mijn man dan aan de linkerkant komt te staan, dan voel ik meteen in mijn lijf van, oh jee, ik moet nu alerter zijn. Ik moet nu meer om me heen kijken, waardoor ik minder aandacht voor mijn echtgenoot heb. Ja. En ook minder goed bij mezelf kan komen. En ondertussen, omdat mijn boeken, nou, die lopen heel erg goed en ik heb het in eigen beheer uitgegeven, verdien ik meer dan mijn echtgenoot. Maar ik kom juist zo bij mijn talenten, omdat ik weet dat hij dingen voor mij overpakt die ik niet kan. Mm-hmm. Ik kan bepaalde dingen kan ik goed en bepaalde dingen ben ik verschrikkelijk onhandig in en dat kan ik gewoon niet. En dat kan ik dus ook van mijn man ontvangen, dat hij dat voor mij regelt of dat hij dat doet. En daardoor kom ik steeds meer in aanraking met mijn eigen kracht. En je ziet dat mijn echtgenoot, als hij dus op plek 1 goed staat, dat hij in zijn kracht komt. Dus je ziet gewoon dat zijn lichaam steviger, krachtiger, mannelijker wordt. Dat hij dat kan doen. Maar het kan dus net zo goed plek 1 kan een vrouw zijn en plek 2 een man. Ja. En dat wil niet zeggen dat soms bij de mannen die ik dan tegenkom in mijn praktijk, die denken dan meteen dat ze dan een doetje zijn. Integendeel,
Het zijn juist mannen die ook heel vaak gewoon echt iets voor zichzelf gevonden hebben in werk of in hobby of iets dergelijks. Maar die dus heel makkelijk ook op die plek kunnen staan. Ja. Ja, het is ook als je man niet op plek 1 kon staan en dat omarmen, had je waarschijnlijk ook nooit kunnen accepteren dat jij meer zou verdienen. Waarschijnlijk dan had de relatie onder spanning gestaan. Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd. Zeker. En, want je gaf het voorbeeld van je ouders die dat bijvoorbeeld niet hadden. Ja. Mijn moeder is plek 1, ja. En dat bedoel je. Ja. En ja, dat bedoel ik. Mm-hmm. Als je gemiddelde zou kijken, want het gaat wel een beetje over een bepaalde leiding geven. Extern gericht, plek 1. En meer intern gericht, plek 2. Klopt, hè? Ja, relatiegericht. Of relatiegericht, ja. Maar je zorgt voor dat vind ik intern. Ook weer. Het is heel moeilijk om het echt hier goed woorden aan te geven. Dit zou je eigenlijk, iedereen zou dit moeten voelen. Ja. Je zou eigenlijk eens een keer met je partner links en rechts van elkaar moeten gaan staan. En te voelen wat dat met je lichaam doet. Maar dat doet geen afbreuk aan je kwaliteit en wat je verder in de wereld wil zetten. Nee, oké. Okay. Nee, okay. Mijn vraag was van, stel als je systemisch schoon bent, of dat er dan op gemiddeld dus misschien meer mannen wel op plek 1 staan en vrouwen op plek 2. Natuurlijk gezien, ook biologisch gezien. Dus dat was eigenlijk de vraag. Ja. En dat je misschien ook ziet dat als mannen nog niet bepaalde zaken hebben opgelost, dat misschien juist dat hij misschien meer in plek 2 staat. Bijvoorbeeld of je daar dingen in ziet. Ja, ik kan het niet helemaal eenduidig of zeggen. Maar ik zie wel dat over het algemeen er dan iets meer mannen op plek 1 dan plek 2 staan. Mm-hmm. Maar het is ook absoluut dat mannen op plek 2 staan. Ja. En je ziet inderdaad dat iedereen die zijn eigen issues niet goed aankijkt, die heeft minder ruimte, ook dus voor een partner. Of een partner moet dan juist extra veel voor jou doen. Ja. Waardoor misschien ook de natuurlijke stroming uit die relatie gaat. Ja. En als je dan een man bent die liever op plek 2 zit, moet je ook echt wel een vrouw kunnen vinden die plek 1 wil omarmen. Ja, klopt. En dat is vaak nog wel lastig als ik bijvoorbeeld kijk. Ik heb het vaak ook over gehad met mijn vriendin. Mm-hmm. Niet dan over plek 1 en plek 2, maar wel over wie is de leidinggevende en wie zorgt voor de relatie. Meer dynamiek. Zij had vroeger relaties waarbij ze heel erg plek 1 had, maar daarin eigenlijk helemaal niet vrij voerde. Want ze is best wel de leidinggevend en als bijvoorbeeld een onderdeel te geven als we bijvoorbeeld naar een restaurant gaan. Was zij altijd degene die als eerste naar binnen liep, zegt van joh, we hebben een reservering bij andere relaties. En nu doe ik het en dan vindt ze al heel erg, dit is natuurlijk een heel basaal voorbeeld, maar dan kan zij veel meer ontspannen in haar eigen ontvankelijke energie zitten. Waarbij ik dan zeg, oké, we gaan nu dit doen, we gaan dat doen. Ja, maar pas op dat het niet alleen maar met sturend en leidinggevende en leiding geven is. Het is een relatie blijft een constante uitwisseling van geven en ontvangen. Dus je staat ten dienste van elkaar. Ja. En dus het is niet zo dus dat plek 1 alles bepaalt. Maar die maakt van nature daarmee iets meer de randvoorwaarden dan een plek 2. En natuurlijk als ik bijvoorbeeld zeg, hey, ik heb zin om dit vanavond te eten. En zij zegt tegen mij, ik heb hier hierin zin in. Ga ik niet zeggen, nee, ik maak de keuze hier. Choose your battles, hè? Ja. ik heb toch plek 1. Ja, ik neem de leiding. Nee, zij zit weer in dat wel van, dat is natuurlijk gesprek. Maar ik ben wel iemand die dan nu sneller zegt van, ik kom altijd wel met een plan. Mm-hmm. En dan natuurlijk is er altijd overleg en wat wil zij. Ja. Maar ik zorg wel altijd wel dat ik iets wist. Want als ik dat niet weet, dan krijg je een soort allebei plek 2 situatie waar je zegt, hey, wat doe jij? Ja, weet ik niet. Wat wil jij? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Want dan gebeurt er ook niks. Ja, klopt. Dus, maar goed, kan jij er iets over vertellen? Stel, je neemt allebei plek 1 of allebei plek 2? Ja, dat maakt het leven soms best ingewikkeld in relaties. Dat wil niet zeggen dat het geen goede relatie zou kunnen zijn. Want ook hoe jij je met je moeder verbonden hebt bepaalt hoe je met een ander kan verbinden. En ook wat deel je in waarden en interesses. Dus er zitten ook heel veel andere facetten ook aan relaties. Maar je ziet vaak wel dat twee mensen met z'n tweeën op plek 1 of met z'n tweeën op plek 2, dat die relaties vaak toch het niet gaan redden op lange termijn. Tenzij je daar echt heel goed bewust van bent. Ik had pas geleden in mijn praktijk had ik iemand die beide
Zij staat ook op plek 1 en hij is ook een plek 1 in relaties. En dus eigenlijk moeten zij beter leren onderhandelen met elkaar. Van goh, nu neem ik even de plek 1 en nu gaat de ander even meer naar 2. En daarna weer andersom. Dus dat het wat meer afgewisseld gaat worden. Zodat die balans daarin hetzelfde blijft. Dus dan is dat best te doen. Ja. Maar het vraagt wel meer van een relatie. Relaties die van nature zeg maar in de 1-2 verdeeld zijn, die lopen wel soepeler over het algemeen. Ja. En heb je dan ook wel eens voorbeelden dat bijvoorbeeld een vrouw op plek 2 staat of op plek 1 staat, maar eigenlijk het liefst op plek 2 wil staan, maar dat niet kan of doet? En wat is deze persoon dan van nature? Een plek 2, maar die is op plek 1 terechtgekomen, bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, dat houdt iemand echt heus wel een tijd vol, hoor. En zeker ook in de tijd van, ja, dat we ook als vrouwen ook zeggen van, nou, we zorgen, kunnen ook toch al voor onszelf zorgen. Dat hoeft niemand te doen. Nee. Dat kan ik zelf. Ik kan ook voor mezelf zorgen, geen enkel probleem. Maar het geeft me zoveel meer kracht om dat wel, om mijn partner naast me te hebben op plek 1. Dus eventjes hou je het best wel uit om even op die andere plek te blijven staan. Maar te lang, dat gaat een aanslag geven op de, ja, de balans van geven en ontvangen in die relatie. En dan moet je afvragen of die relatie langdurig kan zijn. Ja. En dus eigenlijk als je aan het, las ik ook in het boek, vond ik een leuke quote. Als je dus aan het daten bent, hè, je hebt een leuke dame aan de haak geslagen. Je hebt 3-4 mooie dates gehad. En je twijfelt van, ja, is dit wel wat? Moet ik iets serieus? Moet ik een volgende stap verder? Moet je eigenlijk eerst vragen wat de relatie met de moeder is? Ja, dat hangt van jouw doel af. Hè? Als je alleen maar zin hebt in een paar nachten seks en gezelligheid, maar je wil gewoon relatie. Ja. Ja, dan moet je ten eerste bij jezelf nagaan, hoe ben jij met je moeder verbonden? Ja. En vervolgens ook aan haar vragen van, joh, vertel eens iets met je over je moeder. En dan kan er best wel een heel verdrietig of een ingewikkeld verhaal uitkomen. Maar je kan wel horen of iemand de moeder boven zich zet in de package deal. Nou, als dat kan, dan is het relatiemateriaal. Ja, dat is een hele concrete tip. Dus als iemand, als ik het goed begrijp, een vrouw niet geen goede relatie met de vader, is het minder goed? Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Vaders die hebben geen invloed zozeer op die relatie. Meer de moeder. Ja, en dat geldt zowel voor mannen, vrouwen, homoseksueel of wat dan ook. Hoe jij je kan verbinden met anderen, gaat via je moeder. Mm-hmm. Zoals jij verbonden bent met je moeder, bepaalt je maximale vermogen om je met een ander te kunnen verbinden. Wow. Ik word er stil van. Ik heb het ook dat heel mijn... Zeg maar, mijn verleden gaat nu een beetje, oké, hoe was die relatie met de moeder? Hoe was die relatie met de moeder? Maar dat is sowieso bij het lezen van dit boek, dat je denkt, oh, je bent de hele tijd bezig met, dit herken ik bij mezelf. Oh, dit herken ik bij die. Oh, dit herken ik bij die. Dat is, het wordt het wel, ja. Ja, en nog even een laatste puntje waar ik nog wel, tenminste, dat herken ik heel erg bij mezelf. Vooral in organisaties. Ik was voorheen, denk ik, tot een jaar, 2 jaar geleden, was ik wel echt iemand die elke keer een nieuwe baan zocht na een jaar. Omdat ik eigenlijk niet kon handelen met de autoriteit die daar was. En ik had altijd wel een conflict met autoriteit. Om verschillende redenen. Mm-hmm. En nu kom ik ook echt wel achter van, shit, ik kende mijn eigen plek ook gewoon niet. Ja, yeah. Yeah. Precies. Maar jij geeft ook organisatieopstelling. Hoe gaat dat... hoe gaat dat zijn werk? Wat is daar belangrijk? Ja, ook in organisaties heb je ook fonteinen. Hmm. Alleen een familiefontein is altijd helemaal duidelijk. En een organisatiefontein is altijd anders dan je vaak denkt. En dat is niet het organigram over het algemeen. Dus bijvoorbeeld bij een organisatie staan de oprichters altijd in de bovenste bak. Dus elk bedrijf dat zijn oprichters eert of erkent, daar gaat het over het algemeen beter met zo'n bedrijf. En ik wil vaak, als ik organisatieopstellingen doe, doe ik ze eigenlijk altijd met de directie. Want de directie die mag weten wat er in de bakken eronder speelt. Mm-hmm. Je krijgt soms ook wel middelmanagement lagen die bij mij een organisatieopstelling willen. Maar je mag eigenlijk alleen maar zien en weten wat er speelt in de lagen onder je. Het gaat zo'n middelmanagement niet aan wat er in ten diepste in de directie speelt. En het vloeit ook door. Juist. Ja. En want op het moment dat dat een, zeg maar, middelmanagementbak dingen weet over de directie, worden ze uitgenodigd om op de plek van de directie te gaan staan, om voor ze te zorgen. Of ze krijgen een oordeel over hem van, nou, wat zijn dat een stelletje idioten, wij kunnen dat veel beter. En
in een opstelling, van een organisatieopstelling, kan ik dan wel eventjes de directie opstellen om te zien hoe ze op elkaar, die middelmanagementlaag en die directie op elkaar reageren. Maar ik ga niet diep in op wat er verder met die directie aan de hand is. Want dat gaat ze niks aan. En dat kunnen ze ook niet oplossen. Je kan alleen maar oplossen wat van hen is. Dus met een organisatieopstelling wordt eigenlijk heel vaak duidelijk wat er speelt. En het lastige is dat iedereen zijn eigen familiesysteem meeneemt. Ja. En dat moet je als organisatieopsteller uit elkaar kunnen halen. Want ook in een organisatie zitten systemische dynamieken. Die te vergelijken zijn wel met de familiedynamieken. Maar ook jij, als jij je vader niet boven je kan zetten. Ja, dan krijg je per definitie, kan je bijna uittekenen. Mot met de lagen boven je. Of dan zeg je van wat een stelletje idioten. Wat een onkunde. Wat een. Ik kan dit veel beter. Ja. En dan ga je als een olifant in een porseleinen kast ga je daarboven dingen doen. En je kan wel gelijk hebben. Mm-hmm. En soms maken ze er ook een potje van. Alleen, jij kan niet, dan moet je solliciteren naar die plek in de organisatie. Ja. Want alleen dan kan je iets voor elkaar krijgen. Want dat lukt niet op jouw plek. Want die bevoegdheid heb je, of die, ook die systemische recht heb je niet om daarin. En je stijgt op zonder dat je die plek hebt. Juist, ja. Dus dan moet je alles op kracht doen en je gaat tegengewerkt worden. En dan kan je wel gelijk hebben. Dus je moet het dan weer bij je baas neerleggen, bij je leidinggevende. Nou, die moet het dan weer bij de volgende laag neerleggen. En anders, als het niet werkt, ja, verander van baan. Ja. Maar ga ook even je eigen thema's aan. Ja, ik weet het. Ik heb een keer gehad, daar werkte ik. En ik kwam daar binnen, het was een koffiebedrijf. Ik kwam daar binnen en ik had al heel veel koffieervaring. Ik heb heel lang in koffiebarren gewerkt. Dus ik kwam daar binnen en eigenlijk kende ik al heel veel mensen die hier werken. Het ging op een gegeven moment een tijdje dat ik op zoveel kennis en best wel door kon werken. Dat de buitendienst waarmee ik samenwerkte, die gingen mij boven de plek zetten van mijn leidinggevende. Dus ze kwamen eigenlijk alleen maar naar mij toe met problemen. Maar jij kan het beter oplossen of jij bent vaak slimmer of jij weet hier vaak handige dingen in. En die ging dat ook helemaal omarmen. Dus ik word beter. Dus, ja, maar zie dus jouw patroon van je familiesysteem op een bepaalde manier voor je moeder zorgen. Ja. Dat het patroon herhaalt zich dus dan weer ook in het bedrijf. Ja. Dus jij ging zien dingen op je schouders nemen die niet van jou zijn. En dat voelt natuurlijk wel heel lekker, want je bent daardoor ook belangrijk. Maar je verzwakt wel ook dus die andere persoon van die eigenlijk dat zou op moeten lossen. Ja. Dus je zou eigenlijk tegen hem moeten zeggen van, goh, dat moet je niet met mij bespreken, maar je moet naar die persoon. Ja. Of in staat zijn om met je innerlijke houding van, ik kan bepaalde aanwijzingen geven, maar dan laat ik het ook weer los. Dat je dan weer terug naar op jouw plek komt. Nee, dat was toen nog. Het was denk ik 8 jaar geleden of zo. Toen was ik er nog helemaal niet in staat. Ja. Nu kijk ik er wel naar terug en denk ik van, daar zaten de dingen. Een stuk ego komt daar ook natuurlijk, zit daar ook in. Ja, het voelt goed. Zeker. Je denkt, ik ben het ventje, ik ben een jong pikkie en ik regel dit allemaal. Ja. Terwijl eigenlijk ken je plek niet. Ja. Ja. Terwijl dat zegt ook wat over de organisatie hoor. Ik bedoel, ja. Als iedereen, inderdaad, als ik daar meer mijn plek had gekend en gewoon gezegd van, hey, super tof dat je hier naar mij toe komt, maar of ik ga dit of je moet het zelf met mijn leidinggevende bespreken en dan kan ik wel dingen voor je doen. Ja. Want het zijn wel haar kaders. Ja. Dan blijf je wel op jouw plek. Ja. Maar moet je voorstellen dat jij dus die jouw leidinggevende was en dan zit er daar zo een jonge enthousiaste hond die alles van je overpakt en jou passeert. Zou je ook niet fijn vinden? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Ja, ik vind het interessant. Waar kunnen, de laatste vraag natuurlijk. De laatste vraag, wat we eigenlijk aan alle gasten nog stellen. Wat zou jij de hedendaagse man nog mee willen geven als laatste tip? Allemaal familieopstelling doen natuurlijk, maar daarnaast, wat zou een tip zijn? Aan de man brengen. Dat is een goede. Veel is natuurlijk toch al wel aan bod gekomen. Mm-hmm. Maar gun de ander de plek. Want dan krijg je. Want daarmee kom jij op jouw plek. En daarmee zal jouw gunfactor ook nog weer hoger worden. Waardoor je ook weer meer voor elkaar krijgt. En zowel het mannelijke in je aannemen, want dat krijg je dus via je vader.
maar ook het vrouwelijke. Ik bedoel, zoals jullie hier zitten, hebben jullie ook zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Dat zit in één. Elk idem dito bij mij. Ik ben zowel het mannelijke van mijn vader zit in mij en het vrouwelijke van mijn moeder. Dus het is niet, neem niet alleen maar je mannelijkheid aan, maar ook het vrouwelijke, ja, wat ook in je zit. En ja, dan zijn prachtmensen en dan, ja, dan hopen we dat de volgende generaties al hun aandacht kunnen richten bij hun eigen, eigen dingen die zij in de wereld willen zetten. En dat ze zich niet zozeer bezig hoeven te houden met de zaken van anderen. Ja, mooi. Ja. Mooi. Waar kunnen mensen je vinden of je boek bestellen? Boeken, er zijn er twee natuurlijk. Ja, dat kan via mijn website. Daar heb ik een webshop op. Dat is op www.elsvanstijn.nl. En dat is met Van Stijn met E, lange I, N. Super. Super bedankt Els voor je komst. Bedankt. Heel graag gedaan. Mooi gesprek. Zeker. Ja. En jullie luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering weer. Tot de volgende. Oh,